Goedenavond, we staan hier bij Nina Deer op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty 2019. Nina, vertel eens wat meer over jouzelf. Ik ben dus Nina Deer, ik ben 20 jaar, ik kom uit Westminster en ik ben zelfstandig schoonheidsspecialist. En je hebt momenteel jouw eigen zaak of een bijberoep of zelfstandig? Of? Ik heb mijn eigen zaak in Elversele, maar daarnaast ben ik ook nog sport- en voedingscoach. En met welke hamas werk je als sport- en voedingscoach? Ik werk bij Infralinie. En wat doe je het liefst? Schoonheidsspecialisten natuurlijk. Het is een passie die er een beetje bij is gekomen. Maar natuurlijk blijft mijn focus wel op de schoonheidssector liggen. En is het dan jouw bedoeling jouw zaak volledig in hoofdberoep te gaan doen? Of wil je de twee blijven combineren? Of? Voorlopig wil ik zeker blijven combineren. Maar als we dan spreken over een termijn van 10, 20 jaar, wil ik wel graag een grote wellness of zo uitbouwen. Ja. Heel leuk. En wat doe je daarnaast nog? Heb je nog hobby's? Of? Daar heb ik eigenlijk niet zoveel tijd voor. Ik doe wel nog visagieopdrachten. En daarnaast ben ik dan ook nog nagelstylist en kleur- en stijlconsulente. Dus ik heb mijn bezigheid wel. En hoe ben je bij de verkiezing terechtgekomen? Ik werd eigenlijk gecontacteerd door iemand die er ook al aan had meegedaan. Dus ik dacht, ja, waarom niet? Ik ga het eens proberen. En ga je voor de winst of wat is jouw grote doel? Ik wil natuurlijk heel graag winnen, maar het is ook gewoon een heel groot avontuur op zich. En de kennis die ik kan opdoen, dat is echt onbetaalbaar. Dus daar ga ik vooral voor, ja. Oké, veel succes. Dankjewel voor het interview. Dankjewel.